eigenlijk een soort voorbijgaandheid van de dagelijkse gang van zaken aan een tankstation waar de Fiat 500 voorbij komt. Als symbool van de autowereld. Het is eigenlijk een verkleinde wereld waarin het zich afspeelt. De Fiat 500 is een heel wendbaar klein wagentje. Hoe regisseer jij 5 Fiatjes? Door een goed plan van tevoren te maken in samenwerking met de bestuurders. Die natuurlijk ook de acteurs zijn in het stuk. Een soort mise-en-scène te ontwerpen. Waardoor je altijd exact weet waar een auto stopt. Waar die op de rem gaat staan. Hoe de auto's in welke volgorde ze komen. Hoe een deur open gaat. Welke kijkhoek je in een wagen hebt. Want het gaat hier namelijk om een stuk slapstick. Dus visuele grappen die heel zorgvuldig moeten worden voorbereid, willen ze duidelijk overkomen.